John en Fa ready voor Olympische Spelen. De Olympische Spelen gaan in juli dit jaar van start in Tokio, Japan. Ook Suriname zal tijdens dit sportevenement proberen een medaille in de wacht te slepen. Baanwielrenner Jair John en Fa zal ons land daarbij vertegenwoordigen. Op donderdag 12 maart werd een meet and greet gehouden in het gebouw van het Surinaams Olympisch Comité. John en Fa vertelt aan het Nationaal Informatieinstituut dat hij reeds 2 jaren bezig is met de voorbereiding om zich te kwalificeren voor het grote sportevenement. Er zijn ruim 15 wedstrijden afgewerkt. Tussen nu en Tokio worden 2 trainingskampen gehouden in Portugal en Zwitserland. Volgens hem worden bewust weinig wedstrijden ingepland om niet het risico van blessures op te lopen. Het volledige bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.